De Federatie voor Afrikaans Ranamang heeft vandaag een herdenkingsplechtigheid georganiseerd in verband met de 224ste sterfdag van de vrijheidsstrijder Bonnie. Deze activiteit is bij het standbeeld van Kwakko gehouden omdat Bonnie zelf geen herdenkingsbeeld heeft. Volgens Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, staat er niet veel over Bonnie in de geschiedenisboeken. Bonnie is echter bekend geworden vanwege zijn verzet tegen de kolonisten. En daarom stellen we zoveel waarde aan. Ik weet dat jaren geleden onze nationalist Eddie Broeme, die heeft toneelstukken geschreven. En hij zei altijd, je moet een Bonnie zijn. Daarmee heeft hij alles gezegd. Je moet eerlijk zijn, je moet oprecht zijn, je moet geen racist zijn. Je moet komen voor belangen voor dit land en belangen voor ons, niet voor jezelf. Opkomen voor de totale samenleving. Wijngaarden zegt verder dat we de goede eigenschappen van Bonnie kunnen toepassen om deze wereld tot een betere te maken. Volgens de FFAS-voorzitter was Bonnie een internationale mens. De zaken die ze gestreden hebben is... Nogmaals, zij is zo actueel, dus er is niet veel gebeurd, moet ik zeggen. We merken het in onze samenleving nog steeds. We merken het in de ontwikkeling ook. Dat mensen heel, zeg maar, in ieder geval denken aan zichzelf. Denken niet aan wij. En corruptie, al dat soort zaken. Hij heeft nooit gevochten voor iets voor zichzelf. Hij heeft altijd gevochten voor die vrijheid, die eenheid. Waar de spanningen zijn, proberen ze bij elkaar te brengen. Dat was een grote doel. En we merken dat het vandaag en dag overal heb je nog spanningen, verdeeldheid. Dus het is zo actueel nog, Bonnie. Ik zeg, als we Bonnie lessen zouden geven en dat we een deel van zouden overnemen, dat Suriname zou groeien. Iwan Wijngaarden, voorzitter van de organisatie Federatie voor Afrikaans Ranamang. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen tijdens de herdenking van de 224ste sterfdag van Bonnie op het Kwakkoplein aan de Dr. Sophie Redmondstraat.